Jongens, welkom! Vandaag zijn wij weer in een prachtige, lege, grote, mooie wereld. En ik vind het spannend! Ah! Welkom allemaal bij Content Veen, seizoen 2 en een half. Net even tussen seizoen 3 in. We zijn net klaar met seizoen 2 in Minecraft. En seizoen 3 moet nog even wachten op 1.20. Dus dan maar seizoen 2 en een half. We vieren het! Yeah! Confetti! Nee jongens, welkom bij allemaal een nieuwe survival serie. We gaan vandaag lekker beginnen met een nieuwe survival. En ik dacht, waar kunnen we dat beter op doen dan play.contentveen.nl. En de poort is 26006. Als je wilt joinen, kan je ook joinen. We spelen vandaag op de publiekelijke Minecraft server en we gaan een prachtige, prachtige survival starten. We hebben hier al ons eerste maatje gevonden. Heinrich het paard, welkom. Ik ga jou temmen en wij worden dikke vrienden. Dit is echt letterlijk seconde 1. Onthoud dit moment, jongens. Over 80 afleveringen zitten Heinrich en ik samen aan de tafel een cakeje te eten. Oh, we zijn nu al dikke vrienden. Oké, nu het enige is, nu moet ik nog een sabel voor je vinden. Ik heb letterlijk nog niet eens hout gehakt. Oké, wacht hier, Heinrich. Beloof me niet die spannen. Beloof het me. Ik ga hout hakken en dan worden we dikke vriendjes. Dit gaat de survival van jullie leven worden, jongens. Ik beloof het jullie. We gaan niet zomaar een basis bouwen. We gaan de beste basis ooit bouwen. Kijk, zoals je nu ook rechts in beeld ziet, play.contentveen.nl. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Er zitten ook mensen in de chat. We zijn niet alleen in deze wereld dus. Dat maakt het zo spannend. Dus we moeten eigenlijk ook snel een basis bouwen. Voordat mensen ons vinden. Want we moeten ook land claimen. En er gaat van alles gebeuren, jongens. Maar laten we beginnen met gewoon heel simpel. Eventjes... Een ex. Nee, wat doe ik nou? Ik moest een pickaxe maken. We hebben niks aan een houten ex. Houten ex, je hebt... Jou hebben we nooit meer nodig in het leven. Je bent verbannen. Je bent uitschot. Je bent rommel. Oké, laten we even een beetje stenen... Weet je wat? Ik ga alle simpele begindingetjes gaan we even skippen. Ik kan wel laten zien dat ik hier blokje steen ga hakken, maar dat hebben jullie inmiddels 100 miljoen keer gezien. Zo bijzonder is dat niet meer. Laten we gewoon beginnen met het feit dat we al stenen spullen hebben en misschien zelfs een plekje gevonden hebben voor een basis. A few moments later... Oké, jongens, we zijn ongeveer zo'n 2 seconden verder. En ik dacht, weet je wat, laten we gewoon hier. Dit is waar we begonnen zijn. Heinrich is hier. Laten we gewoon hier, precies op dit platte stukje, hier mijn land claimen met /claimhulp. Dan krijgen we een gouden schep. Daarmee kan ik gaan claimen. En ik wil gewoon, dit stukje land is van mij. Ik wil dit gewoon hebben. Hier, kijk, 1 en 2, hoppakee. Zo, dan is dit van mij. Ik wil hem iets groter hebben, kan dat? Ja. Kan hij nog groter? Nee, dit is ons stukje land, jongens. Hier gaan wij zegevieren. Hier gaan wij de grootste, de mooiste toren ter wereld maken. Ja, we gaan terug op het Skyblock-concept waar ik ooit de Skyblock-serie van had. We gaan een prachtig mooie toren maken. Niks gaat ons stoppen om deze toren realiteit te maken. Jij ook niet, Skeleton. Dan kan je schieten wat je... Hier, raak dan. Hier, hoppa. Je kan niet eens aimen. Slechtste Skeleton tot nu toe. Ook al raakt hij me wel hier. 1, 2, au. Tong, bong. Oké, laten we Heinrich even hierheen brengen. Enig is dat we geen zadel of iets hebben. Dus misschien dat we heel even op... Oh, Heinrich, ik dacht dat je was gedespand. Laten we onze home trouwens zetten. Want ik wil even mijn veilig hier gewoon kunnen leven. /set home. En dan noemen we het basis. Hoppakee. We hebben een home genaamd basis gezet. Heinrich! Heinrich? Oh, je bent er nog! Oh, jongen, je liet me schrikken. Kom hier. Wat wil je? Hoe kan ik je lokken? Ik ga je gewoon duwen. Hier, we gaan daarheen en dan... Als ik een zadel heb, dan kan ik die ook nog eens gebruiken. Nu moet je een beetje... Jezus, dat duurt. Dat lijkt serieus beter dan verwacht. Doorlopen, Heinrich. We gaan die kant op. Nee, we gaan die kant op. Daar is de baas. Nee, doorlopen. Dit kan nog wel even duren, jongens. Oké, Heinrich, we zijn er. Hierin. In het gat, in het gat. Kom. Kom erin. Weet je wat? Ik ga eerst wel gewoon een gat maken. Ik heb bewezen dat duwen effectief is in Minecraft. Dus als we eerst het gat maken, dan kunnen we Heinrich en daarna gewoon simpelweg induwen. Ja, je bent lekker gras aan het eten. Er groeit vast ooit wel gras in dit hok hier. 1, 2, toenk. Toenk. Hier heb je een bot, kan je op knagen. Laten wij beginnen met eventjes nu daadwerkelijk toortjes maken, weet ik wat allemaal. En gewoon daadwerkelijk nuttige items gaan verzamelen, want we hebben echt nog niks. Zijn hier al mensen geweest? Kijk, ik ben... Dit cobblestone heb ik nog niet geplaatst, jongens. Dat betekent dat hier mensen zijn geweest voor... Dat was een explosie. Voordat ik hier ben geweest. Oh mijn god. Hé, de skeletons zijn dood. De creeper heeft de skeletons opgeblazen. Oké, laten wij dit kool hier hakken. Want dan kunnen we zo meteen gewoon eindelijk toortjes maken. Het is veel te donker hier. Het ding is, ik heb ook eten nodig. Maar voor eten heb ik een mogelijke oplossing, jongens. En dat is echt een... Ah, creeper, ik ga weg hier. Ben niet bang, hoor. Oké, ik heb een hele goede oplossing voor het eetprobleem, jongens. Laten we eerst de toortjes maken. En dan even de omgeving hier gewoon een beetje licht geven. Hier doen we eerst even hier... Heb je het eens zin? Hij is je aan het knikken.
Oh, en terwijl ik het aan het belichten ben, hier wordt het alweer dag. Maakt niet uit, weet je, dat is ons... Waarom is dit hier? Dit heb ik nog niet gezien. Iemand is hier gewoon geweest voordat ik hier ben geweest. Wie heeft deze grotten hier al gewoon bekeken? Maar is voor nu niet belangrijk. Weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan heel even naar de span. Want kijk, hier bij de span, dan kan ik naar de dagelijkse beloningen, de postbode, toe. Want bij de postbode kan ik mijn dagelijkse sleutel, zilver, gold, diamond en emmer... Oh mijn god, ik krijg gewoon zoveel goede spullen. Gelijk een goed begin. Gelijk een goed begin. Open hem even de dagelijkse kreet. Misschien krijg ik er namelijk eten uit, weet je? Ik hoop... Eten ben ik het meest blij mee op dit moment. We krijgen 3 sea lanterns. Nou, leuk. Misschien uit de zilver kreet. Oh, dan kunnen we in ieder geval Heinrich een naam geven. Ja, daar ben ik blij mee. Oh, we hebben trouwens eten hier gekregen. Uit de dagelijkse beloningen. Oh, zo! Dat is even gelijk een goede ex. De diamond kreet. We hebben Martin. Martin de axolotl. En weet je, zullen jullie vast denken, jongens. Wat heb je nu voor overpowerde spullen? Al gelijkmachtige schoenen, heilige ex, weet ik voor wat allemaal voor overpowerde spulletjes. Maar op deze server, jongens, op Content Veen, zoals dit, is dit niks. Dit betekent helemaal niks. Dit is eigenlijk gewoon... Nou, betekent niks, is ook weer niet waar, maar... Ik ben helemaal nog niet rijk. Kijk, ik heb maar 12.000 euro. En hier mensen op nummer 1 hebben 5 miljoen. Oftewel, we hebben nog wel even een grind te gaan voordat wij een keertje op die lijst willen komen. En ik heb pas 16 uur in deze server. En mensen hier hebben al 6 dagen erin zitten. Oké, maar... Oh, ik val in het gat. Oh jee. Nee, je mag er niet uit. Ik ben in ieder geval terug bij onze locatie hier. We hebben wat overpowerde spulletjes. Die gaan we allemaal even hierin dumpen. Eten, dat heb ik eindelijk bij me. Niet heel veel, dus we moeten wel even een farmpje gaan maken. Ik wil niet te veel... uit de crates gaan halen dit seizoen. Ik wil niet te veel bij marktplaats gaan doen. Ik wil wel deze bottle of enchantings gebruiken. Dat komt altijd van pas. Eerlijk gezegd wil ik nu gewoon zo snel mogelijk ijzer vinden. Zodat we een anvil kunnen maken. Zodat we hier onze Heinrich een naam kunnen geven. Dus daarvoor moeten we heel even de mines weer in. In de hoop dat we nu ijzer gaan vinden. En oeh, dan hebben we even nog wat meer toortjes nodig. Want dit kan niet. Ik heb nu te weinig toortjes bij. Want ik wil wel even licht hebben in de grotten. Dus hout en kool hier. Maken we wat. Deze moeder kussers. We gaan heel vriendelijk zijn. Ik wilde niet wat anders zeggen dan dat. Oké, dan gaan we hierheen. Oh, ik zie nog meer kool. Dat gaan we eerst even hakken. Kool is altijd welkom, jongens. Maar ik wil het liefst gewoon even ijzer hebben. Maar trouwens, mijn kool is nu op. Dus ik heb wel kool nodig om natuurlijk ijzer te smelten. Nu ben ik niet meer bang voor jou, creeper. Ga weg. Hier. Ah! Ik had wel bang moeten zijn. Hier, ze doen helemaal niks. Ze zijn zwak. De creepers doen geen damage. Laten we een torch op mijn hoofd zetten. Kan dat? Ja. Torches op mijn hoofd. Dan hebben we wat licht. Daar ben ik blij mee. Koper slaan we even over. Hier zijn al mensen geweest. Kijk al die lichten. Het is al gewoon helemaal geloot voordat ik hier was. Misschien als we diep genoeg in de cave gaan dat we... Nee, hier is niks. Dat we wat tegenkomen. Oh, nog weer kool. Waar zijn we? Oh, we zijn de cave weer uit. We zijn in het water terechtgekomen hier. Oké, ik heb wel wat kool kunnen verzamelen. En dat is letterlijk het enige. Gewoon alleen kool. Geen andere blokken. Geen niks. Gewoon simpelweg wat kool. Wat goed is. Is leuk. Maar ja, dat is niet waar we voor zochten, jongens. We wilden meer hebben. Een koe. Een koe. Eigenlijk moet ik die verzamelen, maar we gaan hem gewoon vermoorden. Het spijt me, koe. Ik heb je vlees nodig. En je leer. Het kan ook wel handig zijn. Zelfs voor het varken hier, tonk. Oké, laten we gewoon op zoek gaan naar een grote grot. Ik weet zeker dat ik daar gewoon even een beetje simpel wat ijzer kan vinden. En dan wil ik jullie daarna mijn Oh, nog een paard. Ah, ik heb het leermeer nodig aan het paard zelf. Dat zagen jullie niet. Maar ik wil nadat ik wat ijzer heb gevonden, jongens, willen jullie mijn plannen vertellen over hoe we de basis gaan bouwen. Wie is de basis? Is dit nou weer? Iemand heeft hier een basisje gebouwd. Het is van Noki Online. Wat een gezellig huisje. Alleen dan mist de vloer. IJzer! Ja! Oh, we hebben ijzer gevonden, jongens. Hier ben ik blij mee. Hier ben ik blij mee. Oké, in de tussentijd hebben we al best wel wat ijzer kunnen verzamelen. Nog niet heel veel. Ook nog niet tevreden over de hoeveelheid wat ik heb. Maar 14 is op zich al wat. Het is een begin. Het is al een begin. En we zijn in best wel een grote grot. Waarom is die zo licht? Huh? Oh, omdat het buiten is. Pff. Maar we zijn in ieder geval in best wel een grote grot terechtgekomen. Waardoor we best wel veel leuke dingetjes kunnen farmen. Oké, laten we naar huis gaan. We hebben genoeg, denk ik. Hebben we genoeg? Zie ik nog ijzer? Ik zie nog ijzer. Die gaan we eerst even pakken. Oké, ik heb in de tussentijd best wel nog wat meer kunnen verzamelen. Toen ik zei dat ik dacht dat ik klaar was, was... Oh, nu zijn we echt klaar, want de pickaxe is stuk. Maar er is nog ijzer! Ah, terug naar de basis! Oké, Heinrich, we zijn teruggekeerd. We zijn wedergekeerd, kan ik het zelfs noemen. En ik kom steen tekort... Om u... Oh, mijn idee. Daar heb ik niet op geanticipeerd. En ik kom hout tekort. Dus oftewel, ik moet weer opnieuw een boom hakken. Om vervolgens hout te krijgen. Om vervolgens een houten pickaxe te maken. Om steen te kunnen hakken. Om een stenen pickaxe te maken. Om een furnace te maken. Wat een gedoe. Zo, we hebben hout gehakt. Maken we een stenen... Of een houten pickaxe. Om vervolgens hier naar beneden te springen. Hier
steen te hakken. Zodat we een furnace kunnen maken om ons ijzer te smelten. Wat een gedoe. Oké, furnace is gemaakt. Ik kan er zelfs twee maken. Twee furnaces zijn gemaakt. Dan plaatsen we die tonk tonk. Doe we hier de helft van het kool. Wacht trouwens, ik heb meer kool. Oh, joh. We hebben vet veel kool. Niks aan het handje, jongens. Jullie maken allemaal zorgen over niks. Hoppakee. We hebben trouwens twee diamonds. Dan kunnen we wel even... Nou, een zwaard heb ik niet nodig. Dan gaan we sparen. Ik wil eigenlijk een pickaxe gelijk hebben. Een goeie. Oké, nu dat is gedaan, komen die zombies langzaam deze kant op. En dan wil ik jullie even mijn plan vertellen over wat ik wil gaan bouwen. Mijn doel is eigenlijk om een soort van supermoderne... Nou, ook weer niet al te moderne. Een beetje een fantasierijkachtige, moderne toren te maken. En dat is dan het Walnut hoofdkwartier. En terwijl deze zombie hier op de funderingen van het gebouw zal sterven. En deze ook hier. Hoppakee. Nee, maar ik denk dat dat een heel leuk idee is. We hebben hier natuurlijk nu een vierkant. Dan kunnen we mooi met bijvoorbeeld witte concrete blokken wil ik een beetje de fundering gaan bouwen. En dat wordt ook een beetje de stijl van het gebouw. Gaat het een soort van mega supergrote skyscraper, flatgebouw, weet ik voor wat worden. En ik denk dat dat serieus heel leuk gaat zijn. Het Walnut hoofdkwartier. Er komt er ook een coole W komt erop. Of misschien een vorm van mijn hoofd of zo. Eén van de twee. Maar dan heb ik wel heel veel concrete powder nodig. En concrete zelf natuurlijk gewoon. En dat kost heel veel zand en heel veel gravel. Dus ik denk dat we dat maar moeten gaan farmen. Gelukkig hebben we nu natuurlijk wel wat iron ingots hier. Hoppakee, dus dat betekent dat wij al gelijk goede tools kunnen maken. Hier kunnen we een pickaxe van dit maken. Ik denk dat we dan ook maar gewoon van de diamond een shovel maken. Want ik ga heel veel dingen moeten hakken. Heel veel zand en gravel hakken. Dus dan is een diamond shovel gelijk goed van pas. Die komt gelijk goed van pas. Dan hiervan maken wij een beetje armor. Dat is altijd handig om te hebben. Dan zijn we iets veiliger tegen monsters. Oh, die moeten natuurlijk zo, 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 zo. En nog tot slot een prachtig broekje. Dan zijn we niet naakt. Kijk, dit is helemaal top. Goed begin voor de eerste aflevering al dit. Enig is, we hebben ook wel echt eten nodig. En ik heb nog niet zo heel veel. Ik heb hier raw beef en ik heb hier raw pork chop. Dus ik denk dat ik wel een van die koeien hierheen moet gaan zien lokken. Maar anders gaat het geen succes worden. Kippetjes, dat hoef ik niet zozeer te farmen. Want ik vind kippen best wel vervelend in Minecraft. Maar ik heb wel echt eten nodig, want het begint nu een beetje vervelend te worden. We kunnen wel, ja, leef nu langzaam een beetje op simpele voedseldingetjes. Maar zonder farm komen we niet heel ver. Oké, maar goed, laten we voor nu even met het eten wat we hebben naar een willekeurige plek in de wereld teleporteren. Hopen dat we veel zand tegenkomen en veel gravel. Dat is het voordeel aan deze server. Je kan met /RTP kan je gewoon naar een willekeurige plek in de wereld teleporteren. Dat is echt vet handig. Jemig, wat is dit voor gekke biome waar ik nu ben terechtgekomen? Huh? Oh my, deze, wat een mega mine. Wacht, laten we hier een home zetten. /set home mines. Jemig, jongens. Kijk hoeveel kool en andere troep hier is. Allemaal ijzer daar in de verte ook gelijk. Wat is dit voor gekke biome? Ik denk dat ik hier wel heel veel gravel kan vinden. Dit zijn meestal van die biomes waar je heel veel van die plakaten gravel hebt. En dat is goed, want met gravel en zand gecombineerd maak je natuurlijk concrete powder. En dat hebben we nodig voor het gebouw dat ik wil gaan maken. Mijn moderne gebouw. Kijk, hier is al een beetje gravel. Dat is wel top. Laten we gewoon beginnen. We beginnen natuurlijk simpel met kleine beetjes. Maar alle beetjes helpen, jongens. Ik heb gewoon echt heel veel gravel nodig. Kijk hoeveel ijzer hier is, jongens. En ik zie zelfs een emerald. Ik heb echt gewoon een goldmine gevonden. Maar dan zonder gold. Gewoon het midden uitdrukking goudmine gevonden, weet je. En al meer gravel. Oh, dit is perfect. Dit is... Oh, er woont hier ook iemand. Oh mijn god. Er woont hier gewoon iemand. Iemand heeft zo'n goede plek voor zijn basis gevonden. Alleen het is niet heel mooi. De locatie is niet heel mooi. Maar het is wel echt qua hoe goed goede spullen hier kan vinden, is echt insane. Oh ja, en trouwens, die dingen die ik aan het begin heb geclaimd, jongens. Die sleutels en zo, dat is dagelijks. Dus je kan elke dag kan je sleutels claimen. Kijk, ik ben natuurlijk dan de eigenaar nu, oftewel ik kan elke sleutel claimen. Maar je hebt verschillende ranks in waarin je die dingen kan kopen of kan krijgen dagelijks. Jongens, ik ben zo gelukkig op deze plek, echt waar. Het is een hele lelijke, steenachtige plek. Maar er zijn zoveel dingen die ik op dit moment nodig heb. We hebben echt al heel veel, gravel. We hebben bijna een stek ijzer inmiddels, ook gewoon extra. Terwijl ik daar niet eens naar op zoek ben, maar ik kom het gewoon zoveel tegen hier. Stony Peaks heet deze biome en het is echt een geweldige biome voor resources. Als je ze nodig hebt dan, hè. Maar ja, dat is elke biome als je ze nodig hebt. Oké, maar ik denk dat ik wel heel even genoeg gravel heb gehakt. Want ik moet niet te veel tijd hierin steken. Want let ik het aantal gravel dat ik heb, moet ik ook nog hebben in zand. Dus oftewel, we moeten ook nog even naar een woestijn zien te teleporteren of zien te wandelen. Ik denk dat random teleport makkelijker is. Dus laten we dat ook doen. Ik heb in ieder geval een home hier neergezet, waardoor we altijd hierheen kunnen om gewoon opnieuw verder te looten. Er zijn zoveel goede blokken hier. Zoveel kool, ijzer en gravel gewoon. Dat gaat voor mijn basis gaat het echt top zijn. Oké, hopen dat we even een woestijn tegenkomen. Dit is geen woestijn!
Ik ben op een bamboe geland. Hebben we bamboe nodig toevallig? Nee, toch? Maar ja, nou, laten we maar een paar meenemen. Dan hebben we in ieder geval wat bamboe. Kijk hier, en dit heb ik al genoeg om mijn eigen bamboefarm te maken. Niet dat ik het denk ik nodig heb, maar... hè? Woestijn! Geen woestijn! Woestijn! Oh, ik dacht even dat het een woestijn was. Ik weet niet waarom. Hoe dacht ik dat dit een woestijn was? Dit is een eiland. Maar, is dit een klein eiland? Oh mijn god, jongens. Dit is een klein eiland. Ja. Ja. Dit is eigenlijk een nog leukere plek om te wonen. Dit is, als ik dit hele eiland nou gewoon claim. Dat dit hele eiland van mij is. Dan heb ik gewoon... Oh, zou ik dat doen, jongens? Oké, jullie moeten nu in de reacties achterlaten. Moet ik dit hele eiland claimen? Ja of nee? Of moet ik op mijn oude plek gaan wonen? Want als ik dit zeg maar, het eiland ziet er nu lelijk uit. Maar als ik alle bomen weghaal, het steen hier ook vervang voor gewoon gras en het mooi, een beetje platachtig maak, heb ik een eiland en dan kan ik daar de grote, het wandend hoofdkwartier opbouwen. Hoe cool zou dat zijn? Dan heb ik een soort privé-eilandje voor mezelf. Oh, laat het nu in de reacties achter, jongens. Woon op het eiland of woon op het vasteland? Eén van de twee. Enige is Heinrich is wel op die plek, maar Heinrich kunnen we altijd nog met een hele lange route hierheen zien te halen, weet je? Ik zet in ieder geval mijn home. Mijn eten is op. Dus laten we in ieder geval teruggaan naar... Oh nee, wacht, we moeten nog zand hebben. Laten we eens zand halen. Ik kan hier altijd terug naartoe, naar deze plek. Dat is mooi. Oh, zand, zand. Ik zag het al. Ik heb geen woestijn nodig. Een strandje hier is ook helemaal prima. Kijk, laten we in ieder geval... Hoeveel gravel heb ik? Ik moet namelijk net zoveel zand... Oh, dat wordt echt nog best wel veel zand hakken, want ik heb behoorlijk wat gravel zo te zien. Oh, maar deze, dat wordt echt nog een taakje. Dat gaat een behoorlijk taakje worden, jongens. En het wordt ook nog eens donker, dus ik moet opschieten. Maar gelukkig hak je zand best wel snel. Maar volgens mij zijn we al een heel eind, als ik het zo zie. Ja... Op zich. Hier moeten we even... Ja, nog een beetje. Nog een beetje zand nodig, jongens. Ik ga ervoor zorgen dat ik echt precies evenveel gravel als zand heb. Oftewel, ik moet nu gewoon doorhakken tot ik 26 in mijn inventory heb. En ik heb er nu, zo te zien, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25 en 26. Kijk, als het goed is... Hebben we precies evenveel nu. Dan gaan we in ieder geval even terug naar de basis, als het ware. Ik denk dat ik hier niet wil wonen. Ik denk dat ik toch wil gaan wonen op dat eiland. Dan claimen we het complete eiland, is dan van mij. En dan kunnen we daar het walnut hoofdkwartier bouwen. En dan wil ik daar mijn eigen clan creëren. En dan ga ik oorlog houden tegen de clan van... Weet ik niet, misschien Rick of zo. Ik weet niet of je kijkt, Rick. Maar er komt een oorlog aan. Jij en ik. Oorlog. Oké, nu heb ik heel veel white dye nodig. En dat kunnen we gelukkig regelen. Maar ja, ik heb wel veel meer nodig dan dat ik heb. En dat is toch best wel een dingetje. Want in ieder geval zou je nu... Ja, hoe maak je ook weer concreet? Jemig, hoe maak je dat ook weer? Volgens mij... Oh, zo, kijk. Zoals dit. Zo maak je concreet. Dan doen we badabien. Dan doen we nog even een beetje hier eronder zo. En hier erboven. Hoppakee, boom. Dan hebben we in ieder geval al behoorlijk wat witte concrete. Die moet ik naar blokken veranderen. Maar dat wil ik dus niet hier doen. En ik heb het aan jullie gevraagd in de reactie. Maar ik denk dat ik zelf gewoon ga beslissen dat ik daar wil gaan wonen. Dus laten we alles hakken wat we hebben. De hele inboedel. Wat kunnen we dumpen? Wat heb ik niet meer nodig? De pickaxe. Dirt kunnen we al regelen. Deze axe. Deze weed seeds. Deze axe. Deze leer. Golden shovel. En that's it. Ja, dit moeten we ook meenemen eigenlijk. Dus die gaat mee. En die gaat mee. Voor de rest, wat kan ik nog meer dumpen? Dit steen. Misschien voor de crafting table. Heinrich, ik beloof het je. Ik beloof het je. Ik ga jou ophalen. Dus wat wij doen, ik heb mijn hele claim hier weggehaald. Wat ik dan heel voorzichtig even doe, is dit kleine beetje hier claimen. Zodat niemand, maar dan ook niemand, Heinrich iets aan kan doen. Heinrich, je bent veilig voor moord. Je bent veilig voor weet ik voor wat. Niemand gaat jou iets aandoen. Ik beloof het je. En ik kom terug voor je. Ooit zal jij ook naar het eiland verhuizen. Ja, knik ja. Goed zo. Heinrich, onthoud dit moment. We gaan het niet... Ik ga je niet vergeten. We komen terug voor je, jongen. Maar we gaan eerst naar het eiland. Oké, laten we nu dan even dit eiland hier claimen. Zodat niemand dit eiland kan grieven. Of dat mensen hier kunnen slopen en zo. Want ik wil hier heel graag wonen. Ik vind het echt... Als je het even voor je ziet, gewoon met de bomen weg. Het land een beetje mooi plat. Dan kunnen we hier echt wat leuks van maken. Oké, jongens. Het hele eiland is van mij. Ik heb even mijn eigenaarskrachten gebruikt. Anders ben ik bang dat mensen namelijk de omgeving gaan grieven. En dat mag natuurlijk niet. Dus het is officieel mijn eiland. Yay, yeah, confetti. Explosies. Edo. Ik weet niet waarom. Sorry. Dit is Edo. Laten we beginnen met al het hout hier hakken. Want die bomen die hier staan. Birchbomen, jongens. Het spijt me, birch, maar... Mijn doel is om dit hele eiland eigenlijk plat te zien te krijgen. En misschien een beetje in een custom vorm en... Ja, hoogte eraan te geven. Want hoe het er nu uitziet is niet heel mooi. De bomen zijn niet mooi. Dus dat is nog een hele taak om te doen. Dat gaan we ook niet deze aflevering redden. Maar ik wil in ieder geval wel al zoveel mogelijk bomen weg hebben. Dan kijken we daarna wel even hoe en wat. Oké, het is avond aan het worden. En ik heb denk ik wel voor nu heel eventjes genoeg bomen weggehakt. Het zijn er nog veel te veel, ik weet het. Maar als je het vergelijkt met hoe we hier aankwamen, is er al een heleboel weggehaald. En dat zie je ook aan
de vliegende blokjes overal en zo. Maar het wordt donker, dus dat betekent dat we het eiland nog heel even mooi moeten gaan belichten. Dus dat betekent wel lelijke toortjes overal, maar dat is even tijdelijk. Alleen, dan ben ik wat veiliger van alle monsters die gaan spannen. Ik heb geen zin dat er in één keer een creeper achter me staat en dat hij dan ontploft en dat ik dan weer dood ga en dat ik weer in mijn kop word geschoten door een skeleton. Al moet ik zeggen, ik heb de bones wel nodig van een skeleton, maar ik denk dat we die ook wel op marktplaats kunnen kopen of zo, wat botten. En dat scheelt dan heel veel pijn en lijden en gemeenheid van daadwerkelijk die skeletons die op mijn eiland spannen, weet je? Dus toortjes is denk ik even de beste oplossing die we hebben. En ik denk dat we alles wel belicht hebben als ik het zo zie. Nog niet het ideaal, maar het is wat, weet je? Kijk, we kunnen al gewoon in het donker nu ook voor mijn gevoel veilig rondlopen. En oh wee als er een monster spant, hè? Hij weet niet wat hij meemaakt. Oké, jongens. Dank jullie wel voor het kijken naar de allereerste... dat is helemaal een raar woord. Naar de allereerste aflevering van Content Veen, seizoen 2 en een half. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Ben je tot dit punt in de video gekomen? Reageer dan even. Max, ik ben heel benieuwd naar het hoofdkwartier van Walnut. Het Walnut hoofdkwartier. Het gaat spannend worden. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk een andere serie die je ook kan kijken op mijn kanaal. Ben je nou niet echt van het survival en meer van de verhaallijntjes? Dan kan je lekker deze serie kijken. Hele leuke aanrader. En nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer.